Deze parkeerplaatsen in Otterlo worden in de herfstmaanden alleen gebruikt voor bezoekers van de winkels, ouders die hun kinderen van school halen en bezoekers van de kerk. Maar in de zomerperiode is het veel drukker. Heel veel mensen komen hier vooral voor dagjes. En die komen dan met een auto, met een trekhaak, met twee fietsen erachter. En dan zetten die auto neer bij een fietsroute. En gaan dan fietsen. En de auto staat er in het dorp. En komen s'avonds weer terug. Nou, dat geeft inderdaad heel veel verkeersdruk in het dorp Otterlo. Fijn dat die mensen er zijn, maar die verkeersdruk is heel vervelend. En daarom is Van Milligen tegen het plan van de gemeente om een stuk agrarisch gebied ten westen van Otterlo te verkopen. En heeft raadsvragen gesteld. Tussen de Edeseweg, Apeldoornseweg en Mosselseweg ligt een ongebruikt stuk grond van 17.620 vierkante meter. En dat kan goed gebruikt worden. Dit stukje grond ligt leuk aan de rand, aan de oostkant, is geweldig geschikt ervoor. Brengt heel weinig op als je het gaat verkopen. En het zou zonde zijn als je niet de kans pakt om daar TZT of nu meteen parkeerruimte van te maken. En ik denk nu meteen. De gemeente heeft een lijst met in totaal 16 percelen die het wil verkopen. Er wordt niet verwacht dat deze gronden nog noodzakelijk zijn voor verdere ontwikkelingen. En te meer daar er op deze 16 terreinen een exploitatietekort van ruim 3 ton is geleden, wil de gemeente hiervan af. De VVD'er denkt echter niet dat verkoop het beste is voor het dorp. Het levert niet veel op volgens hem. Een wethouder voor mij vroeger, toen ik ook de wethouder was daarvoor, heeft deze grond gekocht om woningen te gaan bouwen. Maar er is besloten dat het niet gebeurt. Dus deze grond gaat daarom terug naar agrarische grond. En brengt dus niet meer op dan wat ik net zei, die boekwaarde van ongeveer 100.000. Daar staat het voor in de boeken. Dus meer is het dan niet waard als er geen woningen mogen komen. En die woningen worden wel gebouwd in Otterlo. Maar die komen, wat ik net zei, aan de andere kant bij het voetbalveld waar nu ook parkeerruimte is. Afgelopen donderdag zijn de raadsvragen behandeld.